duimpje omhoog. Geen abonneer. En doeg! 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 Papa weet niet wat er allemaal in zit. Papa wel. Werken, tomaten, druifjes, banaan, komkommer. En melk en water. Nou, proost. Nou, op onze zoon, Luan. Ik moet wel even mijn vest uit, anders wordt hij zo vies. Nog even op de grond neer. Nou, onder de tafel. Nou. Oké, 1, 2, 3. Ik wil wel duimpjes omhoog en geen abonneer. Doeg! Hallo, ik ben Rebecca. Ik ga wat iets voor mama maken en voor papa. Dus jullie weten nog niet wat. Ik weet ook niet. Ik denk dat dat drink wordt of een soort eten. Dus we gaan beginnen. Oh ja, en ik heet Luan binnen. Dit heb je nodig. Melk. Dit heb je nodig, dat is water. Dit heb je nodig, dat zijn tomaatjes. Dit heb je nodig, dat zijn druifjes. En dit heb je nodig, banaan. En je hebt komkommer erbij. Nou, wat we eerst gaan doen, pakken we de kom. We moeten het een beetje opschuiven. Gaan eerst water in doen. Dan doen we melk. Zo. Oh ja, en dan moet ik roeren, maar ik ben vergeten om niet te pakken. Dus. Net zoals mama doet ook banaan. Dus twee. Zo. Nou doe ik tomaatjes. Druifjes doen. Ik zie al een beetje banaan. En wordt dit gezond of wordt dit ongezond? Dit wordt gezond. Ik weet het nog niet, maar... Oh. Dit wordt gezond. Dat wordt Weet gezond. Waar is een komkommer? Oh. Ja. Ah! Nu heb ik een gevaarlijk mes, want die kindermes is niet zo scherp. Dus. Goed. Zo moest je hebben. Die is niet heel erg gevaarlijk hoor. Die is een klein beetje gevaarlijk. Oh, niet op de tafel hoor, op een potje. Vind je komkommer wel lekker? Heerlijk. En die is de laatste. Vooral samen met druifjes. Ja. Nee, die is echt de laatste. Nou, wat moet ik nu erbij doen? Oh ja. Oké. Okay. Even me helpen, hè? Dat kun je wel. Ja? Wat ga je doen? Nee, dat kun je zo doen. Ik hoef iets wat te doen. Gewoon zo. Nee. Ik moet daar zo doen. Waarom heb je deze gepakt, hè? Dat is eigenlijk voor het... Dan kan ik eerst doen voor de beetjes. Nou, dus. Doe daar maar in. Zo dus. De deksel dicht. Maar je moet even goed duwen, want zo goed kan ik niet.
maar moet eigenlijk die erop. Maakt wel heel wat geluid. Welke stand moet je kopen? Doe eerst maar op standje 1. Standje 1. Dus ik moet vast nog een... Dit is echt de laatste. Nee, ik moet nog twee dingetjes doen. Twee dingetjes moet ik erin doen. Dat is melk en dat is tomaatjes. En dan is die klaar. Dus... Dan nog even melk. Nee, je moet twee keer mixen. En dan moet ik nog een beetje nat. En dan doe ik vier tomaatjes erin doen. Het grijst al een beetje. 1, 2, 3, 4. Zo. En moet hij weer gaan mixen. Hoe straks moet hij zitten? Standje 1, hè? Ja. Nu is die echt klaar. Nu hoeft die niet meer te mixen. Nee, kom even openmaken. Deze. Nee, niet die. Niet die. Nee? Nee. Oh, hij zit hier strak gewoon. Nou, hij is nu klaar. Oké. Hoe doen we dat? Dat hij in hierin gaat. Moet hij eerst daarin? Ja, hierin. Hoe gaan we dat doen? Dat zal mama even doen? Ja. Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe dit smaakt hoor. Zo. Nou, ga ik eerst drinken. Ik weet niet wat er allemaal in zit. Papa wel. Te werken, tomaten, druifjes, banaan, komkommer. Ja, en melk en water. Nou, prachtig. Nou, op onze zoon, Luan. Smaakt dat lekker? Nee? Heerlijk. Ja? Heerlijk. Gezond. Gezond. Gezond is het Hey Luan, mama begon altijd met gezonde smoothies. Dat lijkt een beetje op de jennig in de buik zat. Ja. Dat heeft ze onthouden, mama. Nou, Luan's gezonde smoothies. Ik heb ook even proeven. Ik zou het niet... Ik zou het niet weten. Proef eens even dan. Smaakt dan lekker? Dat is heel lekker. Ja. Toen dacht ik op mama's gezonde smoothies, mama. Als ze begon in 2013. Hoe vind je hem? Ja! Gezond. Heel lekker? Ja. Zeg maar gezond, hè? Gezond. Gezond. Wat gedaan, jongen? Doe een duimpje omhoog. Geamneerd. En doeg. 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 Tot, smaakt hij een beetje naar bubbeltjes? Ja. Of, ja, ik smaak het. Ik vind het dat hij een beetje naar komkommer smaakt. En een beetje naar bubbels smaakt. Ik vind hem lekker. Nou, bedankt voor deze heerlijke gezonde doeg.